Hey, welkom met het kanaal van... Of moet ik eerst zeggen... Ah, welkom met het kanaal van Lucky Bastard. Wacht, eerst... Ik moet misschien tonen wat er op zijn t-shirt staat. Goed, alle gekheid op het stortje. Alle gekheid op een stokje. Laten we vandaag verder gaan met onze top 100. En we zitten van 70 tot 61 vandaag. Beginnen doen we met 70 en bij mij is dat Santorini. Dus een abstract spelletje. Er zijn niet veel abstracte spelletjes die ik echt blijvend een succes vind. Meestal vind ik ze heel leuk om een paar keer te spelen en dan... Maar Santorini heeft, ik moet het zeggen zoals het is, heeft het voordeel dat het er mooi uitziet. En dat het ook binnen 5 minuten gespeeld had. Dat is dus, soms. Soms. Hoe soms? Meestal toch? Als iemand er lang nadenkt. Ja, oké. Dat heb je bij elk spel natuurlijk. Ja, zwaar, zwaar. Je kunt er langer over nadenken dan nodig is. Maar ja, daarom is het voor mij nog altijd een van de favorieten. Het idee is eigenlijk dat je torentjes... Of ja, Santorini, het plaatsje ken je misschien. Dat zijn zo van die typische witte gebouwen met een blauw koepeltje. En dat ga je hier ook bouwen. Maar je moet eigenlijk op een wit gebouw van 3 verdiepingen hoog. En dan moet je met jouw mannetje daarop geraken. Vooraleer dat de tegenstander daar een koepel heeft opgezet, hè. Ja. Je kunt altijd maar 1 verdiep per keer omhoog springen. Dus verplaatsen je mannetje en bouwen. Ja. Wie had het dat doen? Bij mij op 70 staat Escape Room The Game. Dus vorige video hebben we al een lock gezien. Dammit, ik heb op Escape Tales gegokt. Dus zou je deze twee beter vinden dan Escape Tales? Denk ik niet eigenlijk, dus ik ga nog punten scoren. Er gewoon uitgaan. Oké, waarom vind je deze beter dan een lock? Dat we daar over hebben. Je kunt nog iets andere dingen doen dan bij een unlock. Dus bij een unlock heb je hier en daar wel een puzzel in de app. Ja. Maar hier moet je echt zo fysiek dingen gaan uitknippen en zo soms voor het opgelost te krijgen. Ik vond het grote probleem met deze, ik vond het echt geen leuk spel, omdat het er gemakkelijker voor zorgt dat je vast komt te zitten. Bij een unlock vraag je tip over die kaart, tip over die kaart. Hier heb je gewoon om de zoveel tijd af en toe een hint. En dat is dan nog niet eens altijd met wat je bezig bent of waar je vast zit. Dat klopt inderdaad. Maar toch vind je hem leuker. Ja. Ik begrijp het. Ik kan het moeilijk begrijpen waarom mensen deze leuker vinden dan unlock. Ik zal ze allebei niet afslaan. Op 69 staat eentje die nieuw is voor mijn lijst en die misschien ook bij Jordi in zijn top 100 kan staan. Alleen heet het bij hem anders en dat is kuddegedrag. Jordi noemt het nogal eens koeiengedrag. Maar kuddegedrag, de titel dekt de lading een beetje. Je gaat eigenlijk vragen krijgen waarbij geen enkel antwoord fout is, maar enkel het antwoord dat het meest voorkomt is het juiste antwoord en daarvoor scoort iedereen een punt. Ja. Dus je probeert te denken zoals de groep. Maar het zijn vragen zoals, wat is de beste pizzatopping? Of hoeveel dagen gaat de gemiddelde mens naar het toilet? Nee, hoeveel keer per dag gaat de gemiddelde mens naar het toilet? Wil je liever veren hebben? Of wat is het? Ik weet de vraag niet meer hoe het exact gaat. Ja, veren of vinnen? Nee, het is zoiets dat je van die rare vragen ook moet erbij zitten. In ieder geval, dit is altijd wel lachen. En vorige keer dat ik het heb gespeeld, heb ik het echt tot het donker was. Dat we de vragen niet eens... je moet het antwoord opschrijven. Dat we het niet eens meer konden lezen wat we zelf aan het opschrijven waren. Dus zeiden we van, zullen we het niet gewoon lokken in onze gedachten in plaats van iets op te schrijven? En dan hebben we zo verder gespeeld. Dus ja, dat is echt genoeg. Zat ik niet hoger, dat is zeker. Ja, toch maar hier. Ik heb het er niet op gegokt, dus het hoeft niet hoger te staan. Klopt. Bij mij op 69 staat een spel dat ik zelf ook niet heb. Wel een paar keer gespeeld ondertussen. Het is Rival Restaurant. Ah, oké. Dus dat is een spel dat enkel via Kickstarter beschikbaar was en is niet naar retail gekomen. Oh. Dus we hebben kameraden die het spel hebben, dat af en toe wel eens op tafel komt. Dus iedereen baat een bepaald restaurant uit en is een bepaalde chef-kok. Nu, als je een Frans restaurant hebt, wil je liefst ook Franse gerechten. Ah. Maar je moet, soms heb je pech dat je een Italiaans gerecht krijgt. Deze is niet real-time of zo, nee. Nee, dat is gewoon op de beurt. En dat je naar een bepaalde locatie moet gaan voor je eten te kopen, voor je gerechten te maken. Ja. En als je daar alleen bent, dan heb je alle luxe. Maar als je daar met twee bent, dan moet je gaan onderhandelen wie dat wat eventueel wil. En dat wel een beetje. Oké.
En je moet proberen, ja, zoveel mogelijk van je gerechten af te krijgen. En daar scoort je punten mee. Oké. Bij mij op 68 staat een spelletje dat ook weer nieuw is. En dat stond in mijn top 10 van 2022, stond het slechts op de 47ste plaats. En nu staat het hier op de 68ste plaats, zowaar. Maar toen had ik het nog maar één keer gespeeld, denk ik. En dat is QE. Het basisidee is weer zo eentje dat me heel hard aanspreekt van het spel. En dat is, je gaat bieden op whatever het is. Het zijn geen aandelen, het doet er niet toe. Je gaat gewoon bieden. En iedereen schrijft een getal op. Maar je hebt eigenlijk een ongelimiteerde hoeveelheid geld om uit te geven. Dus je mocht eender welk getal opschrijven. En dat gaat al snel, als je aan het spelen bent, naar miljoenen of miljarden. Of zelfs getallen die, waarvoor we niet meteen weten hoe we dat moeten uitspreken. Maar er is één addertje onder het gras. En dat is dat je op het einde, als je het meeste geld hebt uitgegeven, dat je niet kan winnen. Ongeacht hoeveel punten je hebt binnengehaald. En dat spreekt me enorm aan. Ja. Ik moet wel zeggen, het is ook weer heel groepsafhankelijk. Het werkt niet altijd even goed. En veel mensen vinden het maar niks, omdat het zo... Het is bijna niet tastbaar wat je op toen bent. En je moet precies een beetje gokken of in de gedachten van anderen op de juiste momenten de prijzen opdrijven. Je hebt ondertussen ook de uitbreiding. Ik heb daar ook nog maar één keer gespeeld, dus ik kan nog niet per se zeggen of het een grote meerwaarde is. Maar het is wel eentje... Qua concept spreekt me heel hard aan en als het in de juiste groep gespeeld wordt, komt dat ook geweldig tot zijn recht en dan is het een prachtig spel. Bij mij op 68 staat Room 25. Oh, die heb ik niet verwacht. Nee, voornamelijk vroeger ook redelijk veel gespeeld. Ja. Dus ook altijd wel dat we met de guard modus spelen. Oké. Okay. Dat er eigenlijk potentieel twee verraders in het spel zitten. Ja. Dan heb je eigenlijk een hidden rollenspel, waar je moet proberen de uitgang te vinden. Het ding is, je kunt bewegen naar kamers, je kunt naar kamers kijken, of je kunt geduwd worden in kamers. Nog eens. Yes. En sommige kamers zijn geen probleem. De groene kamers zijn helemaal veilig. Dan heb je gele kamers, waar het wel een bepaalde limitatie op staat. Of een bepaald gevolg. Maar die vallen meestal nog mee, tenzij je echt... Je kunt echt pech hebben, dat meestal. Ja. Maar... ofwel de rode kamers, wat basically wil zeggen, ofwel bij een volgende beurt dood, ofwel bij een onmiddellijk dood. Ja. Nadeel ervan is dat je dan wel uit het spel ligt, maar... Dat is voor mij... Ik vind het ook een hele leuk om te spelen, maar dat is een van de grote minpunten. Ja. Player elimination. Ja, dus als ik guards moet je proberen een aantal spelers te elimineren. Niet allemaal, dacht ik. Ik denk zelfs niet, want het is een soort van timer en de spelers moeten voor die timer op een spuiten geraken. En er mag maximaal één iemand dood gaan, denk ik. Ja, klopt. Zodra er een tweede niet-guard dood gaat, zijn de spelers verloren. Ja. Dus als guard probeer je anderen te doden. Het is gebaseerd op de Cube films. Ik weet niet of je die zelf ook hebt gezien. Ja, we hebben die gezien, ja. Allemaal? Alle drie? Eentje toch. Ja, de eerste is wel... De beste. Dat is waar het op gebaseerd is, de eerste. Ja, ja, vooral dat, ja, want de tweede is eigenlijk nog moeilijk na te bootsen. Dan beginnen we weer aan spellen die gedaald zijn ten opzichte van vorige keer. Min 12 plaatsen. En vorige keer had hij ook nog met een andere naam. En dat is Weten en Wedden. Ik denk dat ik vorige keer heb gezegd dat hij Wedden en Weten heet. Want zo staat die titel in mijn geheugen gegrift. Maar ja. Blijkbaar is het Weten eerst en dan pas Wedden. Klopt eigenlijk wat je doet in het spel, want dat is eigenlijk ook heel het spel. Dus je krijgt een vraag, het antwoord is altijd een cijfer. Iedereen schrijft het op wat hij denkt te weten. Meestal weet niemand het. Het is meestal een gok en een inschatting. Ja. Ze worden gesorteerd, van klein naar groot. En dan gaat je gokken wat het juiste is. Of wat het dichtst bij is, zonder erover te gaan. Dus als je erover gaat, ook al is het maar met eentje, dan is sowieso het foute antwoord. Klinkt interessant. Je hebt die nog niet gespeeld? Ja, het enige grote nadeel, waardoor die eigenlijk heel weinig op tafel komt, is dat er maar relatief weinig vragen in dit spel zitten. Ja, okay. Dus ik heb schrik om er te snel door te gaan, waardoor ik dezelfde vragen krijg, waardoor ik een oneerlijk voordeel heb. Ja. Dus dat is wel jammer. Okay. Op plaats 67 bij mij staat U-Boat the Board Game. U-Boat? Meeboat? Oké, ja. Die ken ik, ja. Het is zelf ook al ja, ik heb al twee keer met u gespeeld. Dus, pas op. Stilkens. Piep. Ja. Dus je gaat daar ook met een app spelen die eigenlijk het grootste deel van het spel wel regelt voor u. En jij moet dan wel keuzes gaan maken van wanneer dat je
bijvoorbeeld een torpedo afschiet op een schip, of welke manoeuvres dat je uitvoert als ze op zoek zijn naar u. Want na het afschieten van schepen, dan wordt er meestal naar u gezocht door fregatten of dergelijke. En die probeert je te ontwijken en die gaan ook zeemijnen droppen waar je tegen kunt varen en zo. Het brengt het wel helemaal tot leven. Dat is waar, het brengt het echt, dan moet je echt heel stil zijn in de kamer, want anders als de app je hoort, dan vinden ze makkelijker en zo. Vandaar dus. Dus hij heeft wel een goede ervaring ook. Het is ook wel veel, vooraleer dat je aan die momenten komt, is het ook wel veel huishouding, of hoe zal ik het zeggen, van je schip, zorgen dat alles werkt enzovoort enzovoort. En dan heb je af en toe die momenten, want je bent wel 3-4 uur bezig dikwijls, afhankelijk van welk scenario je kiest misschien. Ja, klopt. En dan heb je zo een paar momenten dat echt wel heel spannend is. Ja, zodra dat je gaat vuren, dat is zo even adrenaline een kwartiertje. Ja. Bij mij op 66 staat een klassieker, El Grande, 15 plaatsen gedaald, niet met een bepaalde reden dat die gedaald is. Ja. Ik heb nog wel goesting om hem wat vaker op tafel te brengen, maar het is niet eentje die je om de week op tafel gooit. Omdat het toch wel wat een zekere complexiteit met zich meebrengt. Niet iedereen gaat er fan van zijn, omdat het eigenlijk in essentie de grootvader is van Area Control, Area Maturity. Ik vind hem leuk omdat het daar rond draait, want Area Control is meestal niet mijn genre. Ik speel meestal de spellen niet waarbij dat een randgebeuren is, die speel ik meestal niet graag. Maar als het alleen daar rond draait en alles is daarop ingebouwd, of speelt daar mee mee, dan vind ik het wel goed. En dan heb je natuurlijk die toren waar dat je mannetjes mag ingooien. Dat toch nog zo'n soort van spanningsmoment met zich meebrengt. Omdat je die daarna in een bepaalde regio gaat zetten. En iedereen kiest dat gelijktijdig. En dat zijn de momenten die ik graag heb in spellen. Vandaar ook dat deze zo hoog staat. We hebben hem thuis staan, maar hij komt niet op tafel. We hebben hem één keer gespeeld, een jaar of 4 geleden. De Big Box? De Big Box. Ja. 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 Maar, we kunnen hem samen spelen, maar 2 is niet goed. Hij is ook beter met het hogere aantal. Okay, ja. 4 of 5 vind ik hem ideaal. Bij mij op 66, de tweede overlap in heel de lijst. Amai. En ik denk dat je hem ook aan niet uit, maar ik ben niet meer zeker. Keyforge. Ja, ik heb hem aangeduid. De eerste punten voor mij, denk ik. Ja, inderdaad. En dat is nu 5 punten zeker? Ja, klopt. Keyforge. Ben aan het winnen! Had ik aangeduid bij u, of niet? Heb jij die bij mij? Nee, denk ik niet. Hè? Nee. Yes, dat is een 5 punten. Ja. Goed. De volgende is 9 plaatsen gedaald en dat is Cupcake Empire. Dat is een spelletje waarbij je, de titel zegt het zelf al, een Cupcake Empire wilt stichten. Dat doe je door receptjes te creëren van altijd een bodem die ofwel vanille of chocolade is in combinatie met een topping, aardbeien, pistache, wat heb je allemaal. En het coole eraan is dat je eigenlijk een heel stadje hebt, bij wijze van spreken, met straatjes waar dat miepeltjes zitten. En die hebben ook de overeenkomstige kleuren van blouseje en broekje. Dus je weet eigenlijk... Je weet wat die willen. Dus het gaan altijd dezelfde verdelingen zijn, maar ze liggen op bepaalde andere plaatsen en bepaalde straten zijn gemakkelijker te bereiken dan andere. Maar alles wordt eigenlijk aangedreven door een clever dobbelstenen systeem, waar dat je eigenlijk altijd 1 kolom kiest. En hoe meer dobbelstenen er liggen, hoe sterker de actie is die je daarmee kunt doen. Maar daarna rolt je ook alle dobbelstenen en komen die in andere kolommen te liggen, afhankelijk van het getal dat erop staat. Het is ook een soort van race, zou je kunnen zeggen, want het is voor het eerst 70 punten te halen. En dat is ook, stelselmatig gaat dat mogen. In de eerste ronde scoort je 1 punt en dan na een paar ronden is dat 4-5 punten misschien. En dan ineens heb je 10 punten per keer, waardoor het ineens heel snel het einde in zicht komt. Ik heb nog niet gespeeld. Ja, je zou die wel leuk vinden, denk ik. Ik denk dat wel. Dus het is een beetje een puzzel, wat doe ik met die dobbelstenen? En je hebt genoeg manieren om te manipuleren. Je kunt zelfs ook een minpunt nemen om te zeggen, ik wissel een dobbelsteen van kolom. De eerste keer dat je het spel speelt, denk ik, waarom zou ik dat doen? Maar je kunt daar echt wel... je kunt daar echt voordeel uit halen, ja. Soms is dat wel waard als het een beetje tegen zit qua rollen. Bij mij op 65 staat Wingspan. Ah ja, oké. Dus ik vind het altijd wel leuk dat je daar
ja, wat combos kunnen maken en zo met sommige kaarten dat je hebt. Ja. Niet altijd even gemakkelijk, want je moet langs de ene kant wel wat geluk hebben met de vogels die je ter beschikking hebt. Vind ik ook wel. Spel dat eigenlijk redelijk vlot speelt. Het ziet er imposant uit als je pas mee zou beginnen, maar eigenlijk valt het voor allemaal. Voor nieuwkomers is het inderdaad, als ze het zelf moeten uitzoeken, denk ik dat het wel een uitdaging is, maar uiteindelijk als je... Uiteindelijk valt het allemaal redelijk mee, het zat redelijk duidelijk op de bordjes allemaal. Ja. Maar het lijkt gewoon, je krijgt zo'n groot bord dat het veel lijkt eigenlijk. Ja. Op 64 heb ik nog eens een stijger, 8 plaatsen, en dat is Bonfire. Een spel dat ik eigenlijk, vooral omdat ik een goesting heb om het nog eens op tafel te brengen, het is niet zo gemakkelijk om op tafel te brengen, het heeft redelijk wat regels. Het is een spel van Stefan Veld, dus als de mensen hem kennen, dan denk je automatisch aan een puntensalade, en dat is bij deze ook niet anders. Er zijn verschillende dingen leuk aan, maar er zit zoveel in dat ik niet alles kan benoemen, maar je gaat eigenlijk... actiefiches moeten genereren eigenlijk. En dat doe je door langwerpige tegeltjes op een bordje te plaatsen. Daar staan dan 3 acties op. En dat zijn de fiches die je krijgt, die je dan weer kunt gebruiken om acties te doen. Maar als je, verbindt met dezelfde symbooltjes op je bordje en er is heel weinig plaats om te manipuleren op je bordje, dan scoort je meer van 1 symbooltje. Maar je hebt ook wel weer een limiet van het aantal fiches dat je mocht hebben. Dus je kunt niet zomaar de hele tijd tegeltjes gaan leggen. Dus je moet ze ook opgebruiken iedere keer. En dat kun je doen bijvoorbeeld door... Ja, het thema is dat je vreugdevuren moet gaan maken. Maar dan heb je dan ook zo van die bosnimfen, of ik weet niet hoe ik ze moet noemen. En die geven je speciale eigenschappen. En als je zo eentje koopt, dan denk je, ja, ik wil die eigenlijk de hele tijd gebruiken. Er zit van alles en nog wat in, wat ik kan appreciëren omdat het allemaal zo mooi in elkaar overvloeit eigenlijk. Als ik het aan het spelen ben, heb ik altijd het gevoel, ik wil alles doen en alles is leuk. En dat maakt het voor mij een leuk spel. Ja. Je hebt ook de mogelijkheid om interessante combos op poten te stellen en dan er toch heel veel uit te halen. Bij mij op 64 staat Ascension Deckbuilding Game. The Ascension. Yes. Dus ik heb er ook verschillende dozen van thuis. Voor meer variëteit. Je moet het allemaal samen houden, je kunt het allemaal apart houden. Dus dat is allemaal mogelijk. Dus ja, iedereen met 10 dezelfde kaarten. En afhankelijk van wat in het aanbod ligt, kun je kaarten bijkopen. Of moet je bepaalde monsters verslaan. Dan krijg je bepaalde rewards. Ja. Om die te verslaan. En ja, uiteindelijk gaat de bedoeling zijn zoveel mogelijk punten te scoren. Ook weer. Ja, heb ik ook 1 keer met u meegespeeld. Klopt, ja. En ja... Kost er nog niet wild van op dat moment. '63 is Jolly en Roger. Die is zomaar liefst 30 plaatsen gedaald. Dus die kwam van 33 vorig jaar. Misschien omdat het ook gewoon een simpele variant is van een Biblios. Ach, die heb je misschien ook nog niet gespeeld, maar... Jawel. Ja, jawel. Ja. De kijker misschien niet. Maar heb je Jolly en Roger gespeeld? Nee. Dus het idee hier, je hebt 5 piratenschepen, dus elk komt met de kaartjes in diezelfde kleur, waar dat cijfers van 1 tot 5 op staan. En iedere keer gaat je 5 kaarten trekken en die gaat je aan je tegenstander aanbieden, maar je moet die in 2 groepjes verdelen en jouw tegenstander kiest welk groepje neem ik. Ja. Nog een paar extra regels erbij en je hebt eigenlijk een heel interessant spel. Omdat er iedere keuze voelt aan als een dilemma en dat vind ik leuk in spellen. Nu, soms zit het een beetje mee of tegen met wat je trekt en zijn er niet echt veel goede opties en daardoor is die misschien een beetje gedaald. Maar ik vind het altijd leuk als iedere beurt een dilemma is. Oké. En je kunt alleen maar met 2 spelen. Belangrijke nota die ik nog niet heb verteld. Okay. Bij mij op 63 staat 7 Wonders. Oké. Dus eigenlijk het grootste deel een draftingspel. Ja. Daar gaan de bakermat van de draftingspellen zo wat. Ja, dat is eigenlijk wel degene die het echt populair is gemaakt. Ik neem aan dat het niet de eerste was, maar... Ja, toch een van de belangrijkste in de geschiedenis van dit soort spellen. Sowieso. Voordat je moet proberen om een stad te bouwen eigenlijk. En liefst totdat je een bepaald wonder, een wereldwonder hebt gemaakt. Ja. Dat gaat niet altijd lukken. Maar het zijn dan verschillende manieren dat je kunt spelen. Je kunt militair spelen, je kunt op science spelen. Er zijn echt verschillende manieren hoe dat je eigenlijk daarmee punten kunt scoren. Of het jezelf makkelijker kunt maken in de volgende rondes. In uw nominatielijst stond ook 7 Wonders Duel. Wil je daar iets over vertellen? Over de verhouding ten opzichte van elkaar? Of gaan we dat nog bewaren voor later? Even kijken.
één die er nog in staat. Hoe gek kijkt u toch al dan niet van buiten of wat? Ik kan ze zo opzeggen. Seven Wonders Duel staat er eigenlijk helemaal niet in. En? Dus ook, dat is lang geleden dat ik die gespeeld heb. Ah, daarom ja. Okay. Waarschijnlijk vooral. Ik heb die vroeger gehad, ik heb die toen verkocht gehad. Maar ah, ja. Misschien achteraf wel spijt dat ik hem nu niet in gewinter nu ook nergens meer. Of toch niet makkelijk meer. Ik wil zeggen, ik heb hem, maar ik kan hem niet aanduiden, want hij ligt niet hier. Bij mij op 62 staat een spel dat maar liefst 28 plaatsen gestegen is. En wat grappig is, omdat de volgende die we zelfs gaan zien, is 29 plaatsen gezakt. Interessant. En lijken ze op elkaar? Nee, voor de rest niet, maar ik vond dat een grappige opeenvolging. Dit is Chronicles of Crime. Ja. Het is gek dat die gestegen is, misschien, maar ik heb hem opnieuw in huis gehaald. Ik heb hem verkocht, ik heb hem opnieuw in huis gehaald. Maar nu met ook de Noir-uitbreiding en de Red View, of hoe heet die. Dus ik heb nog een paar scenario's kunnen spelen. En ja, er zijn kleine toevoegingen weer die er worden aan toegevoegd, logischerwijze. Maar dat zorgt toch weer voor dat het net iets meer in mijn achting gestegen is, precies. Misschien is het vooral omdat anderen gezakt zijn en deze is gewoon stabiel gebleven, maar... Dus dat 28 plaatsen stijgen is toch wel al noemenswaardig, zou ik zeggen. Dan op 62 bij mij. Dit is het hoogste escape room spel in mijn lijst, denk ik zo. En daar had je punten scoren, inderdaad. Escape Tales. Yes. Weer 5 punten. Ja, weer 5. Dan heb je 10 punten voor momenteel. Hè? Ja, maar dan heb ik hoger in de lijst gekozen natuurlijk. Ja, dat is het grappige natuurlijk. We weten niet of we goed bezig zijn, want het kan zijn dat die van nu allemaal... Nog moeten komen, hè? Nog moeten komen en dan scoort je meer punten, hè? Escape Tales, dat is een heel verhaal rond. En ja, je moet daar ook echt door keuzes maken, want het niet elke playthrough hetzelfde is. De ene keer kun je daar voor optie A kiezen, de andere keer kun je voor optie B kiezen. Tot nu toe hebben we overal de A-kant gedaan, maar waarschijnlijk gaan we dan een van deze ook nog wel eens... De B-keuzes maken of zo. Overal aangekozen. Ook ja, ik snap van je dat zo. Ja, dat is... denk qua escape room spellen, deze is toch het hoogste in mijn achting momenteel. Ja, kan ik inkomen. Ik zou zelfs zeggen dat het bij mij hetzelfde is, zonder dat ik daarmee iets verraad. Oké. Okay. Van de drie die je hebt genoemd, zeker. Nu op 61 staat een andere Cold Express, ja. Waar dat je een trein gaat in de Far West of zo gaat overvallen. En het grappige is dat allerlei andere bandieten, dus de andere spelers, hetzelfde idee hadden op hetzelfde moment. We gaan die trein overvallen, waardoor je ook in competitie met elkaar moet gaan. Het is een soort van programming game, waar dat je op voorhand kiest, oké, ja, die actie doe ik. En iedereen speelt een kaart en dan leg je allemaal op een stapeltje. En pas dan, nadat iedereen 4 of 5 kaarten heeft gespeeld, draaien we het stapeltje om en gaan we ze 1 voor 1 uitvoeren. Waardoor je wel eens rondes hebt dat je tweede actie misloopt, waardoor je andere acties nutteloos worden. En dat zorgt ervoor dat niet iedereen het een leuk spel vindt. Ja, ik ben bij de tegenstander. Het is echt niet voor mij, dit spel. Ik kan erin komen. Ik kan er echt in komen, maar het is wel leuk als iedereen begrijpt hoe het met elkaar zit. Ja. En dat je toch zo van die clevere manoeuvres komt doen, omdat je denkt, ze gaan verwachten dat ik dit ga doen, maar ik ga toch iets anders doen. Ja. Maar, bluff. Hij is gedaald. Ik denk ook gewoon omdat de fysieke versie ook gewoon niet meer op tafel komt. In die mate zelfs dat ik denk van, heeft het nut dat ik die heb? Maar daar zit een uitbreiding in. Ja. Online kan ik dan niet met uitbreiding spelen, helaas. Ja, oké. Okay. Dan op 61 voor mij is een derde overlap, denk ik. Evolution. Oh. Evolution? Ja, dat is niet degene die ik had verwacht. Ik ook niet eigenlijk. Niet in de lijst te zien, maar... We hebben in een van de vorige video's heel de uitleg ongeveer al gedaan. Wat voor mij belangrijk wel was, dat less is more. Ja. Bij dit spel. Dat heb je toen gezegd. Ja. Dat waren ze allemaal voor deze video. Voor deze video, inderdaad. Dus momenteel loop je 10 punten voor. Ja. En er zijn 3 overlaps. Dat is de conclusie. Ik ben al op alle vlakken aan het winnen. Maar dat kan snel veranderen. Dus laten we kijken naar de volgende aflevering. Yes. Binnenkort ook. Tot de volgende. Bye bye. Op zich... Ja, oké. Okay. Triestige einde. Ja, dat is echt. Oké.